Als je op zoek bent naar een woning, heb je er ongetwijfeld mee te maken, het woningtekort. Dat geldt ook wel een beetje voor Noordenveld. Vandaar dat wij op verschillende plekken bezig zijn met woningbouwprojecten. Dat geldt voor Pijzen aan de zuidkant en in Roden op heel veel plekken, maar bijvoorbeeld ook tegenover de kampeerhal. Maar op het Oosterveld in Norg, daar zijn we al een stapje verder. Norg is een van de prachtige kernen van Noordenveld. Bosrijke omgeving, een prachtig centrum en prima voorzieningen. En dat het een gewild dorp is om te wonen is ook wel gebleken uit de verkoop van de kavels hier van de eerste fase. Er zijn al veel woningen klaar en de rest is in aanbouw. En daarom hebben we gelijk doorgepakt naar fase 2. In fase 2 op deze groene plek gaan we 60 woningen bouwen. Sociale huurwoningen, rijwoningen, 200 in kappers en vrijstaande woningen. En die zogenaamde vrijstaande woningen, die vrije kavels dus, die gaat de gemeente zelf verkopen. Als u daar belangstelling voor hebt, kunt u zich inschrijven na 18 mei op www.oosterveldnorg.nl. Hebt u nou belangstelling voor een andere woning, dan vraag ik u nog even geduld te hebben tot 1 juli, want dan komen die in de verkoop.